Het herenturnteam van Sportcube Hazekamp is bezig met een opmars in het turnen. Het doel is om in de komende jaren het niveau te bereiken waar het vrouwenteam nu al op turnt. Trainer Michael Snoek hoopt dat zijn jongens het komende jaar al naar de volgende divisie kunnen gaan. Ja, de dames van de Sportcube Hazekamp die turnen op dit moment op topniveau. Dus die hebben eigenlijk breed sport tot en met topsport. Dat is bij de heren niet zo. Bij de heren is het eigenlijk altijd geweest tot en met de derde divisie. Sinds vorig jaar zijn we eigenlijk een andere weg ingeslagen en zijn we proberen om ook naar de tweede, eerste en wellicht in de toekomst naar de eerste eredivisie te gaan. Het leven van turners gaat niet over rozen. Zo moet teamlid Sam Richter geopereerd worden voor hij verder kan groeien binnen het turnen. Na die operatie moet ik eerst heel langzaam gaan revalideren. Het komende seizoen lig ik er sowieso uit. Ik heb in februari mijn eerste operatie, in juli mijn tweede. En dan verwacht ik eigenlijk pas in januari ergens weer een keer te kunnen turnen. In januari jaar erop. Mij is verteld dat maar 20% in principe het niveau haalt van waar die is gekomen. Dus ja, dat is in principe waar ik naartoe wil. Volgens Snoek wordt er samengewerkt met het vrouwenteam om hetzelfde niveau te bereiken. De trainer van de dames, Edwin, daar ga ik vaak zat heen om tips en tricks op te vatten voor de hele moeilijke onderdelen. Hij is een ervaren deskundige daarin. Ik leer elke dag nog bij. En dat is natuurlijk mooi om dat in samenspraak te doen. Kasper Jacobs, de meest ervaren turner in het team, is al hard onderweg om over te stappen naar de volgende divisie. Vorig jaar stond ik op de NK van de derde divisie. Daar was ik toen tweede geworden. We maken nu de overstap naar tweede divisie. En het lijkt me heel erg leuk om daar ook weer het NK te kunnen behalen. Bereiken daar. De eerste competitie waar ze naartoe werken is de Team Cup wedstrijd. Hier moet worden samengewerkt om te kunnen winnen. Ja, het begin van het seizoen begint eigenlijk altijd met de Team Cup wedstrijd. En de Team Cup houdt in dat ze dan met het team zeg maar punten moeten halen. En dat is ook een soort NK, Team NK. Daarnaast begint in maart het individuele seizoen. Dat betekent dat ze allemaal voor zichzelf gaan strijden en allemaal Nederlands kampioen willen worden en eventueel kunnen worden.